Scholen waarbij leerkrachten van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, zijn aangesloten, houden op maandag 6 maart hun deuren gesloten. Dat is het belangrijkste besluit dat vandaag is genomen op een ledenvergadering die voor de tweede dag op rij is georganiseerd. En daarom moeten we strijden. Strijden voor strijd. Een zeer geëmotioneerde leerkracht op de tweede dag van de algemene ledenvergadering van de KOB. Met het sluiten van de scholen willen leerkrachten van verschillende scholen en gebieden van Suriname de regering een duidelijk signaal geven over hun financiële positie. KOB-voorzitter Bernice Baron zegt dat de koopkrachtversterking die de leerkrachten hebben voorgesteld reeds een aantal keer niet door de regering wordt aangehoord. Het bestuur gaf duidelijke voorbeelden van verschillende leerkrachten die ver beneden de armoedegrens leven. Maar we gaan van maandag gaan we thuis. De prijzen in de winter zijn bijna 6 maanden, 5 tot 6 maanden verhoogd. Maar wat gebeurt met ons salaris? Die minister van Financiën heeft onlangs aangegeven dat we moeten nu naar de top vallen. Ja? Want ben je anders? Benzine moet maar koper worden. Dit moet maar koper worden. Zo moet maar koper worden. Het staat nu in salaris. En dan kunnen we maar koper worden. U weet hoeveel leerkrachten uit het dienst stappen. Ze willen nog niet dat we staan in het buitenland. Ze zouden komen. En ze zouden maar liefst 500 euro wisselen. Maar kun je zelf na als die koers niet als 35 is. In het verlengde daarvan keurt Mayen Darsson het financieel beleid van de regering ten strengste af, want dit leidt volgens haar tot het creëren van afhankelijke vrouwen. De financiële situatie in het land leidt zelfs tot armoede onder leerlingen. Darsson is daarom geen voorstander van opgeven totdat de regering inspeelt op de huidige hulproep van de leerkrachten. Laten we strijden tot het bittere en deze regering moet het weten. Ik roep ook van hieruit alle andere bonden, FOB, COB, TOB, om deze strijd ook te leveren, net als de KOB. Maar laat je niet bedreigd voelen, we gaan ervoor. Strijd, devil, strijd!